Het Vrouwencentrum heeft gisteren samen met alle bij het centrum aangesloten organisaties een workshop georganiseerd. Het thema was de betekenis voor mens en maatschappij van 45 jaar van Surinames lidmaatschap bij de Verenigde Naties op 4 december. Daarnaast is ook stilgestaan bij 44 jaar Universele Kinderdag op 5 december en de 72e jaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december. Volgens Irma Lumbang Tobing Klein, voorzitter van het Vrouwencentrum, heeft de organisatie door de jaren heen verschillende trainingen verzorgd om vrouwen een betere positie te geven in de maatschappij. We hebben dus als land mogen meewerken en ik ga het helemaal lezen, dan gaat u weten waarom wij dat zo belangrijk vinden. Aan een resolutie met betrekking tot educatie, mensenrechten educatie als een sleutel tot ontwikkeling, tot duurzame ontwikkeling. En de eerste draft waaraan wij hebben meegewerkt om dat tot stand te brengen en toen ons werd gezegd, maar je bent toch zo'n klein land, waarom introduceer je een dat was in Genève in 2001 dacht ik, waarom introduceer je een resolutie? Dan hebben we gezegd, zelfs al ben je nog zo klein als land, je bent lid van de Verenigde Naties, dan ben je lid. En toen is dezezelfde resolutie aangenomen in de grote vergadering in de General Hall. Tijdens de workshop heeft VN-ambassadeur Henry MacDonald zijn ervaring als diplomaat gedeeld met de participanten. Hij gaf aan dat ook hij de afgelopen 15 jaren van de verschillende ambassadeurs heeft mogen leren. Eerste highlight was de rol van president Venetiaan bij het ondersteunen, het goedkeuren, positief stemmen van de Declaration on Indigenous People. Dat was in 2007. Ik was net bij de VN. Ik had toen mijn geloofsbrieven aangeboden aan de secretaris-generaal in augustus. En in september, drie weken daarna, was het de grootste eigenlijk in mijn tijd bij de VN. Ik ben 10 jaar bij de VN gebleven. En het was eigenlijk gelijk een heel groot moment, omdat die declaration ter goedkeuring werd aangeboden aan de VN-gemeenschap. En ik kan zeggen dat kort voor de stemming, laten we zeggen een week voor de stemming, dan begin je reeds geluiden te ontvangen vanuit Suriname, wat de instructie zal zijn. En de instructie was dat de geluiden waren dat Suriname tegen zou stemmen. Henry MacDonald, VN-ambassadeur van Suriname. Hij sprak gisteren tijdens een workshop georganiseerd door het Vrouwencentrum. De workshop is gehouden in verband met de herdenking van 45 jaar Surinames lidmaatschap bij de VN, 44 jaar Universele Kinderdag en 72 jaar Universele Rechten van de Mens.